Nu ben ik nog wel een beetje zenuwachtig. Al dagen, weken, maanden zijn we hiermee bezig. En dan komt het moment zo dichtbij. En dat zorgt voor heel veel gevoelens. Gezonde spanning. Soms in de nacht ook ongezonde spanning. Dat je er wakker van ligt. Nu denk ik echt van laten we alsjeblieft beginnen. Als we eenmaal gaan, dan gaan we. Je weet eigenlijk nooit of je er klaar voor bent, toch? Maar ik heb wel heel veel zin om te beginnen. Ik wil het gewoon zien. Ik wil het gaan voelen. Ik wil het gaan meemaken. Dus ik... Ja, ik sta er klaar voor. Je kan je niet echt voorbereiden op zo'n week, want het is zeer onnatuurlijk om een week lang op een vliegbasis te wonen. Daar kan je niet op voorbereiden, maar je kan natuurlijk fysiek wel doen. Ik hou heel erg van hardlopen en van wandelen, dus dat heb ik heel erg veel gedaan. Voor de rest een beetje gezond eten en uitgeslapen aan de start verschijnen. Dat zijn een beetje de dingen die je kan doen. Voor de rest moet je gewoon je ogen dicht doen en gas erop. Over 20 minuten gaan wij allebei aan een coronatest. Krijgen we weer een wattenstaaf in ons neus. Het is me één keer eerder overkomen tijdens deze lockdownperiode. Het is geen fijn gevoel, maar het is wel heel belangrijk. Zodat we vrij radio kunnen maken. En ook het goede voorbeeld geven aan de rest van Nederland. Want we halen geld op, hè, om het coronavirus tegen te gaan. En om medisch zorgpersoneel te ontlasten. Dus we moeten wel het goede voorbeeld geven. Maar het is wel een spannend moment. Het zou zomaar kunnen zijn dat één van ons twee niet meer meedoet deze week. Er zijn echt 101 manieren om mee te doen met 3FM Serious Request. Je kan sowieso kijken en luisteren via radio en tv. Je kan een plaat aanvragen die je heel graag wil horen. Je kan hem voor iemand anders aanvragen. Misschien is iemand wel op dit moment werkzaam in de zorg of zelf ziek of in lockdown. Je kunt bieden op truien uit de webshop. Gaan lopen, wandelen doet iedereen nu. En als je dan toch gaat wandelen, doneer dan even je wandelplaat. Dus vraag die aan of laat je sponsoren als je toch gaat wandelen. Dus ik denk dat we heel erg de mensen bij elkaar kunnen gaan brengen en motiveren om te gaan wandelen en om uiteindelijk dus te doneren voor het Rode Kruis. Wij gaan natuurlijk naast dat we radio maken ook gewoon proberen om die teller zo hoog mogelijk te krijgen qua kilometers. En ik hoop natuurlijk dat mensen thuis precies hetzelfde gaan doen. We hebben een schaakspel bij ons. Daar heb ik heel veel zin in. Ik heb de Netflix-serie gekeken, The Queen's Gambit. Dus ik ben weer helemaal into het schaken en Eva ook. Dus dat gaan we doen. Ja, en verder gaan we ook buiten veel kilometers nog maken. En ook gewoon een beetje lol trappen en goed slapen. Want we willen wel op de radio fit zijn natuurlijk. Het is een raar jaar geweest, dus ik kan me ook voorstellen dat mensen aan de ene kant minder kunnen missen. En elke euro telt. Het is echt een enorm cliché, maar dat is gewoon zo. Ik vind het dus wel heel erg fijn als we een miljoen halen. Dat is echt enorm veel geld, maar dat hoop ik eigenlijk wel. Maar dat moet je niet verder vertellen.